periode van 9 tot en met 17 augustus. Dan gaan we flinke werkzaamheden uitvoeren op Utrecht. We gaan de diverse sporen gaan eruit. Dan gaan we de bovenleidingsbalken die we vorig weekend hebben ingebracht, die hebben we overgenomen. En die oude balken die worden dan uitgehaald. Ook op de westzijde van Utrecht gaan we diverse sporen verleggen en vernieuwen. En daar hebben we de hele periode voor nodig. De reiziger die zal hinder ondervinden in deze periode, met name in de weekenden. Ik adviseer ook weer om gebruik te maken van de reisplanner. Die is helemaal bijgewerkt. Op het Jaarbeursplein daar zijn bushaltes ingericht voor het vervoer. En we hebben geprobeerd de overlast voor de reiziger te minimaliseren.